Goedenavond, welkom bij Creatief met Kurk. Een programma waar Kurk in voorkomt. En naast mij zit een man die best wel veel van Kurk weet en dat is Peter. Peter, hi. Hi. Peter, thema voor vanavond is dood. Ja, ik heb er weer een bij me hoor. Laat eens zien. 1, 2, 3, hopla. Enig, wat is het? Dit is nou een doodgewone kurk. En wat valt je op? Niets. Precies. Er is niks aan te zien, maar knijp er eens in. Wat voel je? Het voelt een beetje niksig. Precies. Als het u allemaal te snel gaat, kunt u het in slow motion nog eens nalezen in het cursusboek. Peter, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de kurk op de tafel leggen. Wat zie je? De kurk. Ja, en nu ga ik de kurk onder de tafel leggen. Wat zie je? De kurk is weg. En nu leg ik de kurk weer op tafel. Maar wat zie je? Nu zie ik de kurk weer. En kijk nou eens naar links. Wat zie je? Niets. De floor manager. Mm-hmm. Kijk nou eens naar de tafel. Wat zie je? Niets. Niets? Nee, de kurk is weg. Aha. En wat voel je nu de kurk er niet meer is? Een beetje verdriet, een beetje heimwee naar het moment dat de kurk er nog was. Ja, ik heb het gevoel, Ellen, dat je heel erg gehecht bent geraakt aan die kurk. Dat je heel erg van die kurk bent gaan houden. Ja, ik vind het wel prettig als de kurk op tafel ligt. Ja, dat kan ik me best voorstellen, Ellen, dat jij dat prettig vindt. Ik zou het ook heel erg prettig vinden als mijn vriendin Annelissie zou zijn. Ja. Maar ja, het is uit. Dus ik heb haar moeten loslaten. Oei, Peter, wat een moeilijk woord, loslaten. Hoe doen we dat? Altijd van je af. Loslaten doe je altijd van je af. Van je af loslaten, anders laat het niet los. En Peter, wat voor basismateriaal gebruiken we daarvoor? Basismateriaal is hier, deze kurk. Daar is die weer. Ja, wat een geluk. Maar niet voor lang. We gaan afscheid nemen van deze kurk. We moeten deze kurk loslaten. Laat hem los, die kurk. Neem er afscheid van. Straks is het programma afgelopen. En dan is het ook met deze kurk afgelopen. Daarom moeten we loslaten. Ik wil niets meer met deze kurk te maken hebben. Ik ga deze kurk verbranden. Maar Peter, die kurk die staat in het cursusboek. Ja, maar Ellen, niet achterom kijken. Je moet niet achterom kijken. Het heeft geen zin. Voorwaarts. Voorwaarts, nieuwe horizonten tegemoet. Ik pak de spiritus. En ik ga de spiritus over de kurk heen sprenkelen. Waar ik afscheid van moet nemen. En de spiritus heeft een kindervriendelijke sluiting. Let daarop. En er is nog iets waar ik afscheid van moet nemen. Namelijk van mijn vriendin Annelies. Ik heb hier een hele leuke foto van haar. Die ga ik ook aansteken. Want ik moet ook afscheid nemen van Annelies. Het is uit. Het is over. Het is een van mijn meest favoriete foto's. Dit is een foto van een... Vlak voordat we naar een voorstelling gingen in de Leidse Schouwburg, gingen we naar een hele leuke voorstelling van Joep van het Eck. Man op het ijs heette het, geloof ik. Ik weet het niet meer precies, maar ik ga afscheid nemen. Kan niet meer, het gaat niet meer. Vaarwel, Annelies. Vaarwel. Ik moet je loslaten. Eens moeten we allemaal loslaten. Ik laat je los. Vaarwel. En blaas. Nee, niet uitblazen, van je afblazen. Blaas van je af. Blaas van je af en neem afscheid van de kurk. Ik neem afscheid van de kurk. Heel goed, Helen. Nog een keer. Ik neem afscheid van de kurk. Ja, let wel. Het is alleen maar materie. Laat de materie los. Ik laat de materie los. Uiteindelijk moeten we allemaal alles loslaten. Het Peter niet van die nare dingen zeggen. Nee, dat zijn geen nare dingen, Ellen. Laat los. Maar behoud de spiritualiteit van het materiaal en laat het los. Ga op zoek naar nieuwe wegen. Zoek nieuw materiaal. Je gaat werken met eierdozen. Of je kan gaan werken met pitriet. Je kan gaan werken met papier-maché. Desnoods met broodpopjes. Peter,
Er gaat ineens een hele nieuwe wereld voor me open. Ik heb het gevoel alsof ik in een nieuwe dimensie stap. Precies, heel goed Ellen. Dat is een goed gevoel. En reken maar dat je net zo representatief mee voor de dag kunt komen als dat je met Kurk gedaan hebt. Zou je denken, Peter? Zeker weten. Voor de mensen thuis, voor wie het allemaal een beetje te snel is gegaan, u kunt het allemaal nog eventjes rustig nalezen in het cursusboek. Ja, lieve mensen, en dan is dus nu het moment aangebroken om afscheid te nemen van elkaar. Ik moet u loslaten en u moet mij loslaten. En ik moet ook nog jou loslaten, Peter. En ik moet jou ook los gaan laten. Ja. Het is afgelopen. Heel hartelijk bedankt, Peter, voor al die hele fijne momenten die je me gegeven hebt. Jij heel erg bedankt voor de wijze van presenteren. Dank je. Ja, ik heb echt enig met je gewerkt. Dank je wel. Peter, wat ga je volgend seizoen doen? Oh, ik ben nou al een cursus aan het voorbereiden voor volgend jaar. Ja. Volgend jaar ga ik een cursus vrije expressie geven. Oh, wat enig. Ja. En jij, heb je plannen? Nou, ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ga eerst even lekker een beetje vakantie houden. Hm. En gewoon sec genieten van mijn representatiefheid. Tuurlijk. Ja. Nou, lieve mensen, heel hartelijk dank voor al uw gemeende aandacht. We laten u nu echt los. Dag. Laat ons los. Dag. Nou, ja, dan val je toch een klein beetje. Een klein beetje groter. Ja. Gelukkig is het populaire duo Sandra en Serge weer helemaal terug. Het tragisch overlijden van de sympathieke zanger Serge, zijn vader, heeft hem een paar maanden uit de running gehouden. Maar het leven gaat gewoon weer door, zegt Serge. Ik heb een zware tijd achter de rug, maar gelukkig stond Sandra aan mijn zijde. Ze heeft me er doorheen gesleept en gemotiveerd om de draad weer op te pakken. En die draad werd opgepakt in restaurant Le Garage van Joop Braakhekken, waar ze tijdens een intieme brunch klinken op hun net uitgekomen cd die de titel draagt Tot hiertoe en nog veel verder. Voor de gelegenheid dragen ze allebei een cocktailcreatie van de Rotterdamse modekoning Theo Seithoff. Sandra draagt een schattige strapless stretchjapon met mosterdgele strikken. En Serge heeft een vrolijk bijpassend mosterdgeel Colbert aan, dat hem even zijn verdriet doet vergeten. Proost, schat, zegt Serge. Bedankt voor de enorme steun die je voor me bent geweest. Dat gaat vanzelf, gekkie, zegt Sandra. Dan dient Joop Braakhekken, die een goede vriend van het tweetal is, het hoofdgerecht op. Voor deze gelegenheid draagt Sandra een rode tulle avondjurk en Serge een schitterend passende oversized smoking, ook van Theo Seithoff. En ook met deze creatie aan zou je niet zeggen dat zijn vader net dood is. Joop Braakhekken condoleert Serge met het verlies van zijn vader. En om hem op te monteren, vertelt hij ook nog een leuke anekdote uit de keuken. Er wordt ontspannen om gelachen. En even vergeet Serge weer zijn verdriet. Na het eten neemt het sympathieke duo nog even een kijkje in de keuken. Serge draagt hier een helblauw, soepelvallend pak die de zware tijd die achter hem ligt organisch wegcamoufleert.
Sandra draagt hier een origineel kleurig jasje met gewatteerde mouwen en een leuke bijpassende ketting met beertjes eraan. Door die beertjes zou je niet zeggen dat de vader van haar collega nog maar 3 maanden dood is. Ik ben gek op beren, zegt ze tegen Joop. Voor ze weer naar huis toe gaan, showen ze nog even de kleding die ze op de begrafenis van Serge zijn vader droegen. Serge droeg een schitterend grijs kostuum van zuiver scheerwol. En dat was wel prettig, vertelt hij erbij, want het was best fris op het kerkhof. En hieraan zie je nu eindelijk hoe vreselijk dood zijn vader is. En Sandra zag er allercharmantst uit in haar Spaans-achtige bolero-outfit, waarbij de hoed een in het oog springend detail was van de hand van modemeester Theo Seidhoff. Zij is er. Ze is er. Net als je zit te eten. Laat haar binnen. Ik ben niet bang voor die vrouw. Ik lust er rauw. Ben je dan, Elisabeth? Meid, het is inderdaad waar wat ze zeggen. Je hebt een kolossaal hoog voorhoofd. Hoe krijg je het voor elkaar? Proficiat. Het is ook inderdaad waar wat ze over jou zeggen, Mary. Dat kapje. Belachelijk. Mickey Mouse. Eis een verklaring. Waarom wil jij mijn voortuin inpikken? Jouw voortuin is mijn achtertuin. Mijn moeder, God hebben haar. Anna van Egmond heeft dit complex gekocht met voor- en achtertuin. En nu ik. Ik eis een verklaring. Hoe durf je? Hoe durf?
Hoe durf jij te beweren dat jij koningin bent van mijn achtertuin? Dat kan niet, meneer Stuart. Die titel, die heb ik geërfd van mijn moeder. God hebben haar ziel. Connie. Connie? Connie wie? Connie Vink, nou goed. Connie Stuart, de eerste. En je vader was zeker prins Dilliac van Monaco. Precies. En jouw vader, lieve schat. Dat was zeker prins Fouré. Ja. Ja. Ah. Ja. Inderdaad, ja. Prins Fouré, overflakke. De chocoprins. Doe afstand van je voortuin ten behoeve van mijn achtertuin. Jij moet mijn achtertuin uit. Niet de goedschiks, dan wel de kwaadschiks. Jij zet mij voor een fait accompli. Oui. En God zal mij daarbij hoeden. Mijn God. Haal niet jouw God erbij, of je bent aan het verkeerde adres. Precies. Jij woont ook op het verkeerde adres. Trut. Oh, God. Oh, God, verlos me van dit kutwijf. Zo, bidden. Gaan we bidden, Mary Poppins. Dave. Ik zal jou eens laten zien wie er hier bidden kan. Oh, God, haal haar naar u toe, zo snel mogelijk. Verzeker je vrouw, je zult het onderspit delven. O, lieve Heer, please, verlos me van deze ameuben. Teringslet. Ze moet weg, deze puist moet uitgedrukt worden. Lieve Heer, deze Mary Butterscotch, deze Mary Servaas. Ina van Vaas, deze Martine Bijlbeek. Maar dat is de oplossing. Die kop van die vrouw moet rollen. Mary, mijn God fluistert me net in dat het recht zal zegevieren. Mary, het spijt me van die achtertuin. Je mag hem hebben. Sorry voor al het ongemak. Voor je, het bidstoeltje, ligt een mandje en er zit een surprise in. Dat ik je eigenlijk afgelopen Sinterklaas had willen geven. Een surprise voor mij. Schat, dat zal wel een vunzige grap van je zijn. Hoe kom je daar nou bij, Mary? Leg je hoofd maar op de rand van het bidstoeltje, dan kan je het goed zien. Schat. Er zit werkelijk niks in dat mandje. Jawel, je moet je nek een beetje verder uitsteken. Of durf je dat niet? Wat? Ik mijn nek niet uit durf steken. Kan je het zien? Zuster Anna, ziet gij al iets komen? Die houdt voorlopig de kop. Er zat helemaal niks in het mandje. Jawel, Mickey Mouse zonder onderlijfje. Dus eigenlijk een soort Mini Mouse. Weet je wat? Ik ga shawarma vlees van je maken. Alsof je nog niet genoeg had, je bek stinkt. Geen reet om uit te stinken. Als er hier geen reet heeft om uit te stinken, dan ben jij dat wel. Je bent dood, vrouw. En ik ga lekker eten. De spekwangen van Mary Stuart. Zo. Knoflooksaus erbij.
verse groenten erbij. Uit mijn achtertuin. Ja, achtertuin. Mijn voortuin zul je bedoelen. Geen standbeeld. Volgens mij is het, kom, hoe heet die? Zij is inkwart. Van Thorbecke is wel een standbeeld. Van zij is inkwart is geen standbeeld. Ja, we moeten kiezen. Want dan zeg ik daar, volgens mij is zij is inkwart. Ja? Doe. Ja? Zij is inkwart. U zegt zij is inkwart. Dan krijgt u de S op 8. Dan gaan we door met de volgende vraag. En die wordt ingeleid door een filmpje van leerlingen van de Rietveld Academie. Ah, leuk. Op 22 november 1963, 5 minuten voor 7:30, werd op de 5e verdieping van een gebouw op de hoek van de Elpenweg en de Houstonlaan te Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, een geweer door een raam naar buiten gestoken. Even later hoorde men 3 schoten. De tweede kogel drong in het hoofd van de president. Met een smadelijk oh no, boog Jacqueline zich over haar man. Om 7:58 stierf Amerika's 35e president in het Parkland ziekenhuis. En dan nu de vraag. Wie was die president? Kom, hoe heette die man nou ook alweer? Lincoln, volgens mij. Lincoln. Lincoln? Ja. Nee, Lincoln was volgens mij die dominee die vermoord is. Oh God, ja. Die zwarte dominee was dat die vermoord is. Zoek het op. We hebben er tijd voor. Ja, we hebben nog 2 minuten. Zoek het op? Ja. Ja? Die zoeken we op. Goed. Die vraag wordt opgezocht. Dan gaan we nu door met de laatste vraag. En die wordt niet ingeleid door een filmpje van de leerlingen van de Rietveld Academie. Oh, jammer. In 1758 werd in Lyon in Frankrijk de wetenschapper Muscadet geboren. Ja. Hij werd voornamelijk beroemd door zijn theorie dat eb en vloed met de aantrekkingskracht van de maan te maken hebben. Wat heeft hij vlak voor zijn dood uitgevonden? Die wetenschapper. Die Muscadet. B. Wat heeft hij vlak voor zijn dood uitgevonden? Muscadet is een druivensoort, nee, wijnsoort. Die iets vlak voor zijn dood heeft uitgevonden. Wat heeft hij uitgevonden dan? Ja, dat is juist de vraag. Een druivensoort die vlak na zijn dood is uitgevonden. Je moet trouwens bij de B kijken. Ik ben toch die vraag aan het uitzoeken? Jongens, de tijd loopt door. Laat mij anders. President Nixon. U zegt Nixon. Dan noteren we een N. En de laatste vraag, wat doen jullie daarmee? Laatste vraag, Nee. Die laten we open. We gaan het woord raden. Volgens mij is die R op 4 goed. Ja, de R op 4. Oei. Daar zei jij Rock voor. Ja. Dennis Blue? Moet het dan B zijn van Dennis Blue? Het zou kunnen. Het zou carrière kunnen zijn. De P van 2. Die is volgens mij zeker goed. Daar zei jij peniskoker. Ja. Het, volgens mij was het geen penis. Was het een etuietje om Nijgerij in te stoppen. Dus het zou dan de N kunnen zijn. Denk om die tijd, hè? Doe maar de O. De O van 3. Oh, die is goed. Man. O. O. Nee. O.
U moet nu iets zeggen. Dennis Blue, Doll. Ja, ik zie het niet. Sorry. Nee, ik zie het niet. Nee. Helaas, dat kan gebeuren. We gaan even kijken naar wat het woord had moeten zijn. Doodzonde. Ja, doodzonde, ja. Ja, doodzonde. Als het er zo staat, dan... Is het niet moeilijk? Ja, nou ja. Ja, het komt niet vaak voor dat twee zulke intelligent uitziende mensen zoveel fouten maken. Jammer. Bedankt voor het meedoen. Jullie krijgen toch van ons als aandenken een klokje voor mee naar huis te nemen. Oh, wat leuk. Alsjeblieft. Bedankt. Aandenken. Dit was 2 voor 12. Tot de volgende week met nieuwe kandidaten. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. Potjan de Riepoppen story. 1, 2, 3, 4. Popjes van papier. Hey, die Dodie Carolien. Laten hun geheimpje zien. 1, 2, 3, 4. Doldries is het hier. Minister, sportman of artiest. Wie ze was goed is het feest. 1, 2, 3, 4. Heel veel kijkplezier. Zo gaan de gitaren. Dag mensen, ik ben net Kees Brussen. Ze hebben me gevraagd of ik een gastrolletje wil spelen in de poppenstory. Ze zeiden tegen me, zeg maar wat, en op een gegeven moment moet je de tv aandoen. Nou, ik zal het doen. Nou, wat zal ik nou eens even zeggen? Nou, ik weet even niks te zeggen hoor, mensen. Ik weet niks leuks. Maar, nou, dan zet ik de tv maar aan. Oh, mensen, moet u nou eens hier luisteren wat er gebeurd is. Er is een ramp gebeurd in de buurt van Benidorm. En er is een bus met bekende Nederlanders verongelukt omdat het miste. Helemaal naar beneden gekukeld in de mist. En iedereen is waarschijnlijk dood. Wie er in die bus zaten, de zogeheten schnabbelbus, is onbekend. Er is al ter plaatse een rampenidentificatieteam onder leiding van Peter Lussen. Hier Peter Lussen met het laatste nieuws over de ramp met de schnabbelbus. Aan de ene kant is het vreselijk, aan de andere kant valt het best wel mee. Er zijn alleen maar vervelende artiesten verongelukt. Hiernaast me staat, zeg maar even hoe je heet. Berdien Stenberg. En Berdien, heb jij je ook ouwe gedaan? Ja, heel erg. En naast je staat dat boos jongetje. Hallo, boos jongetje. Heb je je pijn gedaan? Hé, hey, boos jongetje. Zeg eens wat, of ben je je tong verloren? Ja, ik geloof het wel. Wij zijn namelijk de enige twee overlevenden. Oh, nou ja. Goed. Ik ga even de zwarte doos zoeken. Welke zwarte doos? De zwarte goocheldoos van Hans Kazan. Oh, die. Dag, ik ben Sinterklaas. Oh, wat vind ik het erg dat er een ongeluk in mijn land moest gebeuren. Hier voor allemaal voor iedereen een speculage voor de schrik. Dank u wel, Sinterklaas. Dank u wel. Ho. Hier ga ik, Maaiwegge, een stokje voor steken. Er worden geen speculaties uitgedeeld op het moment dat ze... Nou, zeg meid, waar bemoei je je mee, trut? Ik heb hier een voorlopige lijst van slachtoffertjes. Saskia en Serge. Maus en McNeil. Jan Douwe Kroes. Oh, jammer, dan kan je hier geen aflevering meer van maken voor 12 steden, 13 ongelukken. Ik vervolg. Rob de Nijs. Joop Doderen. De tv-dokter. Berdien Stenberg. Nee, ik leef nog. Oh, nou, als ik op deze lijst afga, dan ben ik daar niet zo zeker van. Ik ga door. Frits Pom. Marcel van Dam. Ellen Blazer. Sonja Barend. Wieteke van Dort. Edwin Rutte. Ad Visser. Monique van de Ven. Oh, dat vind ik nou wel weer sneu. Ina van Vaas. Mary Servaas. The Dolly Dots. Pia Beck. Danny de Munk, Paul van Vliet,
Herman van Veen. Joep van het Hek. André van Duin. Ach, wat sneu. En zijn vriend Wim van de Pluim. Oh, maar die Wim van de Pluim, dat is geen artiest, hoor. Nou, en hij staat op de lijst. Er zal een dag van nationale rouw worden afgekondigd en een herdenkingsplechtigheid in de Rode Hoed. Oh, dat lijkt me nou wel weer leuk. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Waarvoor zijn wij op aard? Wie weet wat er is achter ster en maan? Mensen, ik weet het ook niet waar die weg naartoe leidt, die we moeten gaan. Mensen, welkom hier allemaal in de Rode Hoed. Fijn dat u, collegaatjes, de laatste eer kon bewijzen. Eens even kijken. Ik ga het woord geven aan mijn collegaatje Berdien. Berdien, go ahead. Dank je, Mieke. Ja, mensen, ik ben de enige overlevende van deze verschrikkelijke ramp. En natuurlijk dat boos jongetje, maar ja, die doet voor spek en bonen mee, dus daar hebben we het maar niet over. Ik wou deze bijeenkomst afsluiten met de laatste woorden van Ina van Vaas en Mary Servaas. Ik zat namelijk schuin achterste in de snabbelbus en ik kon ze dus verstaan. Nou, luister. Ina van Vaas en Mary Servaas zaten in de snabbelbus op weg naar Benidorm. En opeens komt er een vette mist opzetten. Zegt Mary Servaas tegen Ina van Vaas. Ik zie Farina. Oh, sorry. Pop a stereo up. Dames en heren, ik wil u graag namens de VPRO welkom heten in het Stedelijk Museum hier in Amsterdam bij de opening van de jonge beeldend kunstenaar Peter van der Poot. We stellen het zeer op prijs dat de heer Rudy Fuchs, directeur van het museum, enkele woorden wil spreken bij de opening van het werk. Rudy Fuchs. Omdat de kunst de kerk is waarop ons geestelijk leven drijft. En als kunst en als kurk naar kunst reikt, is de ontroerende synthese bereikt. Ik dank u zeer. Goedemiddag allemaal, heel hartelijk welkom. Ik voel me heel vereerd dat er zo'n spontane reactie is ontstaan bij de opening van mijn expositie. Ik ga ook wat zeggen. Ik ben wel aan het zeggen, maar ik ga iets officieels zeggen. En in verband met mijn nervositeit heb ik het op een briefje geschreven. Ik ga een gedicht voor u voordragen wat te maken heeft met mijn leven, met deze dag, met dit gebeuren. Kurk drijft. Altijd zal het basismateriaal weer bovenkomen. De liefde, de kunst zal drijven. Ook al is er stroming, een zuigende kracht naar de donkere diepte. Ze komt terug. En ik wou symbolisch nu deze kurk in die bak met water gooien, om daarmee te symboliseren
dat de expositie geopend wordt. Hierbij wil ik iedereen bedanken en ik open deze overzichtstentoonstelling van mijzelf, creatief met Kurk. Ik gooi deze Kurk nu van me af. Ja, knotsgek. Knotsgek. Ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik ooit nog met mijn werk een overzichtstentoonstelling zou krijgen in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja, als je aan mij vraagt wat vind ik het fijnste wat hier in het Stedelijk hangt, dan zeg ik het drieluikje van mijn vaste partner Annelies. Voet, kopje, totaal. En het is heel dierbaar voor mij dat dit op dit moment hier hangt. Het staat er ook... Is het godverdomme weer fout geschreven? Het is Annelies. Het is Annelies. Hier ook, het is Annelies. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? Ellen, het is Annelies. Verdomme. Nou, en dan hebben we hier iets wat Peter een combinatie noemt van toegepaste kunsten. Het is een soort hyperrealisme. Kijk maar hier, die kurkenbadmat. Hier zit een washandje en een stukje zeep. Godverderrie, ik denk dat dit toch echt een vergissing is. Peter? Ja, en dan zit ik vreselijk in de nesten. Nou zou onder dit zaaltje zou de badpoes moeten komen. De badpoes is niet meegekomen, hij zit niet in die doos. Ik weet niet wat dat... Peter, misschien heeft Annelies hem meegenomen. Annelies, het is Annelies. Nou ja, als beestje mijn naampje heeft. Het beestje had geen naam, Ellen. De badpoes was getiteld zonder titel. Dat staat hier. Peter, mag ik even weten, wat is hier de bedoeling van? En dan weet ik dus niet of die badpoes is meeverzekerd of niet. En dat vind ik vervelend. Nou ja, die douchecabine is in ieder geval wel meeverzekerd, Peter. Maar is dit ook meeverzekerd, vraag ik me af. Hoort dit bij het environment of niet? Waar heb je het over, Ellen? Ik heb het hier over deze dot schaamhaar. Waar dacht je dan dat ik het over Over de universele badpoes die er niet is. En dat schaamhaar, Ellen, dat hoort daar op zijn plek. Het hoort bij het environment. Dat heb ik opgespaard. Niets is nog klaar, niets hangt nog recht, Ellen, alsjeblieft. Het hangt wel recht. Ja, het hangt misschien wel recht, Ellen, maar het hangt niet optisch recht. In een museum horen dingen optisch recht te staan. Helemaal, dat zou hier om 10 uur zijn. Die moet ik instuderen, het model is er niet. Was iets met de catering. Ik werd lastig gevallen over de hapjes van de catering. Ik kan dat niet hebben. Nou, laat mij het nou maar allemaal regelen. Ik ben gediplomeerd. Ik ga eerst even Annelies bellen. Ik weet toch precies hoe ik de kleur bij moet stellen. Ik vind de kleur hiervan niet goed. Ellen? Haal er een conservator bij. Dit kan niet. U bent zeker model? Hallo, ik ben Marjan. Marjan, ik ben Ellen. Peter wacht daar op u. Dag, Peter van de Poot. Ik ben Marjan. Dag, Marjan. Fijn dat je model wil zijn. Hier moet je op. Ja, en waar moet ik mijn badjas laten? De badjas kan je aan mij geven. Die ga ik verwerken in het environment van de douchecabine. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Moet ik je voetje geven? Denk je dat? Ja. Ga lang liggen. En nou is het de bedoeling... Jan, dat je deze kurk vasthoudt en naar die kurk kijkt, zoals je nog nooit naar kurk gekeken hebt. Want het is de bedoeling dat jij de liefde voor het materiaal symboliseert. Hé, hey, Annelies, ik wil je net even bellen, de badpoes. Ach, kijk, dit is nou de poes van Annelies. Ga hem zelf even brengen, dat zal hij leuk vinden. Nee. Kom op. Nou, het komt heus alweer goed tussen jullie tweeën. Hé, breng hem nou maar even. Die twee.
moet aan iets prettigs denken. Hè? Kom eens misschien toch een beetje op je elleboog rust. Zo, zo ja? Ja, je moet aan iets prettigs denken. Denk bijvoorbeeld aan je partner. Ik weet niet of je een partner hebt. Nee. Oh, nee. Ik ook niet meer. Ik heb problemen. Oh, ik ook. Alleen zo laat. Spontaan rondkijken en praat erover met elkaar, de emoties die mij werken op. Het is fantastisch hoor, sterk werk. Getiteld Alleen in het wit en ik herken heel erg mijzelf hierin. De eenzaamheid in puur wit, omdat ja, je nog zo puur kan werken en hoe puurder je werkt, hoe eenzamer je wordt, toch? Nou, wat ik zo mooi vind is, dit is de geboorte van alles wat met kurk te maken heeft. Hè. Het is een zee van spermatozoen, hè, die een kurk naar het middelpunt drijven, naar het ei. Als u hier nou een cijfer voor zou geven, wat zou u dan voor geven? Nou, ik denk wel een 9,5. Toch wel? Ja, toch een 9,5. Ja, zeker. Ja, dat is... Ja, ik vind me niet echt een draadje thuis. Ja. Mag ik hem even... Ja, door. Doe ja? Gewoon, normaal. Zeg maar, zijn jullie... Ik heb zo'n bewondering voor jullie. En dat ik probeer met mijn programma mensen te activeren in creativiteit. In wat voor vorm dan is het? Ja, dus terug naar de huiskamer en daar de creativiteit aan. Dit is een hele beroemde schilderes. Betty, ja. Mag je even voorstellen? Hallo! Ja, Betty Harper. Hey. Ja, ik heb heel veel over je gehoord. Hoe vond je het nou? Ja, fantastisch natuurlijk. Leuk hoor. En hoe vond jij het? En ik vind het fijn dat ze zo losgekomen is. Echt heel leuk. Maar stoel ben ik echt kapot van. Maar je maakt zelf heel anders hoe het werkt, hè? Ja, maar misschien dat ik ook nog eens met... Dit is dus een detail, hè, van het drieluik van mijn vriendin. Ik vind het pikante detail dat... Echt nagels lijken. Ja, dat zijn ook. Ja. Ik probeer natuurlijke materialen met het basismateriaal te verenigen. Is het al gekocht? Nee, want het gaat eerst nog. Zeker dit drieluik ben ik persoonlijk te veel aan gehecht. Eigenlijk ik dat, niet te koop, dit hè? Nee. Echt met een beeldouwershoog ernaar hoor. Het is wel leuk dit. Het is toch ongelooflijk, hè? Het is wel leuk. Ja. Dit is duidelijk oude werk en ik vind de combinatie van deze twee ik vind het wel goed bij elkaar passen. Dit is Al Pierrot en dit is Beatrix, geïnspireerd op Warhol natuurlijk. Hè. Ook weer echt haar in verwerking. Grappig.
liepen als een trein. Nou, hè? Dat ging hartstikke lekker, goed. Iedereen was heel erg enthousiast. Ja, en echt. Wat een opkomst, ja, hè? Ja, ongelooflijk. Maar lieve schat, moet je luisteren. Ik moet gaan. Ja. Ik kan meerijden met Wieteke van Dortmund naar de vesting. Okay, en ze staat buiten te wachten. Ik wil nog even blijven in mijn eentje na. Peter, ik zie je over een half jaar. Ja. Schat, dit vond ik nog het kruisje. Wat poes van Annies. Wat poes van Annies? Altijd zal het basismateriaal weer boven komen. De liefde, de kunst, ze blijft drijven. Ook al is er een stroming, een zuigende kracht naar de donkere diepte. Ze komt terug.